Een hele goede dag en welkom bij de introductie van de sim van de Midnight Sun Challenge. Dit is Marit Hogevorst en dit is de sim waarmee we de challenge gaan spelen. Ik ben alleen vergeten in het eerste deel van deze challenge om haar uit te leggen, zeg maar. Dus dat ga ik nu doen en er zit een verhaal achter. Marit was een student en heeft een cruise gewonnen. En toen ze met die cruise meeging, is het schip gezonken. Marit sprong nog net op tijd in een bootje en is met het roeibootje gaan roeien en probeerde vast land te zoeken. En door de hitte en door de dorst is ze uiteindelijk flauw gevallen in het kleine bootje. En toen ze wakker werd, kon ze zich heel weinig herinneren. Alles was vaag en ze zag geen andere mensen of ze zag ook maar iets om haar heen. Totdat ze op een gegeven moment een heel klein eilandje in de verte ziet en ze is daarheen geroeid. En dit is het eilandje. Dit is Isle of the Sun. En verder om haar heen is dus alleen maar water. En ze kan inmiddels ook niet meer van het eilandje af, want haar bootje is kapot. Dus daar kan ze niet meer mee roeien. En ook haar telefoon is kapot, dus daar kan ze niet meer mee bellen. Het enige wat ze kan doen op dit moment is overleven op dit eilandje en wachten tot er hulp komt. Oké, dan gaan we nu eventjes naar haar outfits kijken. Hebben we in de vorige video ook gedaan, maar nu nog een keertje. Dit is haar alledaagse outfit en zoals je ziet, heel simpel, basic, hemdje, broekje en slippers. Geen accessoires en dat zal je ook in de andere outfits zien. Ik heb het allemaal heel basic gehouden, want als je op een zomervakantie cruise gaat, heb je het allemaal wat basic. Gaan we door naar de formele kleding. Dit is de formele kleding, iets uitgebreider, maar toch. High-waisted skinny jeans, een hemdje met pailletten en een rits aan de voorkant en een statement ketting en hele kleine hakjes. Dit is iets gewaagder, maar nog steeds wel redelijk basic, zeg maar, niet te uitgebreid. Dit is haar slaapkleding, een heel simpel hemdje opgeknoopt en die legging die vind ik echt heel gaaf en die wil ik zelf eigenlijk ook, maar ja, toch, ik vind hem echt heel gaaf. Dit is dus haar slaapkleding en haar sportkleding zit een verhaal achter. De meeste mensen als ze op een cruise gaan nemen geen sportkleding mee en Marit heeft dit ook niet gedaan en dat zie je dus aan haar korte broekje. Ze heeft gewoon een normale spijkerbroek gepakt en heeft die afgeknipt en ja, ze had ook geen sportschoenen mee, dus vandaar dat ze blote voeten heeft. En haar hemdje is gewoon een normaal hemdje die ze heeft gepakt. Maar ja, dus dat is haar sportkleding en je zal haar vooral yoga zien doen daarin, denk ik. En dan het laatste, dit is haar badkleding. En ja, eigenlijk simpeler kan natuurlijk niet. Het is gewoon heel basic, een blauw met wit bikini. Zit aan de voorkant, zit nog iets, maar verder niks. Oké, gaan we nu kijken naar haar karakter. Ze is een geboren kok. Dat is echt ideaal, omdat je dan geen branden sticht, zeg maar. Ze is een hopeloze romanticus. Dat houdt in dat ze echt op zoek is naar die ene partner. En ja, dat is voor de challenge, is dat natuurlijk ook zo. Ze is artistiek en dat is ideaal, omdat je daar meer geld mee kan verdienen, sneller. Omdat je je gitaarvaardigheid, je schildervaardigheid en je schrijfvaardigheid sneller omhoog haalt, zeg maar. En ze is charismatisch en dat is natuurlijk ook ideaal, omdat je daarmee sneller Sims leert kennen. Je verhalen zijn niet saai. Dus ja, ook daarmee dat ze het weer met die partner leren kennen. En ze is een hengelaar en dat is ook ideaal, omdat je daarmee meer en sneller vissen vangt. En dat is op zo'n eilandje. Is dat ook weer een bron van inkomsten. Verder, haar lievelingskleur is grijs. Ze houdt van biefstuk met kaas. En haar favoriete muziek is Frans. Dus hopelijk gaan we nog een keer naar Frankrijk. Ze is een sterrenbeeld maagd. En zoals je in het stamboom kan zien, is ze op dit moment nog alleen. Maar hopelijk gaan we daar verandering in brengen. Ja, verder, wat moet je nog meer weten? Ik denk eigenlijk niet dat je iets moet weten. Oh ja, nog eventjes één ding. Als je een close-up van haar ziet. Er zijn twee dingen die ik echt helemaal gaaf vind aan haar. Dat is haar een soort van rossig haar wat ze heeft. Dus echt een beetje die rode gloed die over haar kapsel zit. En ze heeft sproetjes. En ik vind sproetjes echt
helemaal geweldig. Dus ja, ik kon het niet laten om haar sproetjes te geven. En dan nog één ding. En het zal je misschien verbazen, maar ze heeft absoluut geen make-up op. Want als jij heel lang op een onbewoond eiland zit, dan heb jij geen make-up meer op. Dus dat heb ik inderdaad eraf gehaald. En ja, nou ja, dit was het wel, denk ik. En hopelijk vond je het leuk en vind je het een leuke sim. En ga je genieten van de Midnight Sun Challenge. Tot de volgende keer, tot de volgende video. Doeg!